Je kent het wel. De verjaardag van je schoonvader. Allemaal ooms en tantes in de zaal, mensen die je niet kent. En dan gaat er zo'n neef van je schoonvader naast je op de bank zitten. En die zegt dan tegen je, zo, wat doe jij zoal in het dagelijks leven? En dan zeg je, nou, ja, ik ben arts. En dat wordt dan bijna altijd gevolgd door een soort ontzagvolle, zo. Dat is bijzonder, zeg. We beginnen natuurlijk acuut te nuanceren. Nou, dat valt wel mee. Misschien vertel je een leuke anekdote. Liever niet over een hele ernstig zieke patiënt of eentje met kanker, want je weet maar nooit. Maar wat je in ieder geval niet doet tegen die neef die je niet kent, is klagen. Klagen over het zware bestaan van artsen. Klagen over het elektronisch patiëntendossier. Klagen over hoe moeilijk we het allemaal wel niet hebben. Want laten we eerlijk zijn, wij horen tot de bevoorrechte mensen in de maatschappij die dit vak mogen uitoefenen. De patiënt die staat op één. Maar er is ook een andere kant van ons vak. Ongeveer de helft van de artsen heeft te maken met klachten van een burn-out. En een burn-out dat kenmerkt zich door emotionele uitputting, cynisme en een lager beeld van je eigen competenties. Nou ja, emotionele uitputting, moe zijn we allemaal wel eens. En cynisme, ik dacht dat dat gewoon een beetje onze vorm van humor was. En ja, een lager beeld van je eigen competenties. Ik kom net kijken in dit vak, natuurlijk heb ik lage competenties, maar ja, of ik dan opgebrand ben. Nou, burn-out is vrij hot. In een onderzoek wat er gepubliceerd is in de New England is een vragenlijstonderzoek uitgezet onder artsen en managers in de zorg. En dan 2/3 van de respondenten die denkt dat burn-out een serieuze bedreiging is van onze gezondheidszorg. Maar opvallend genoeg denkt maar 1/3 van de respondenten dat het ook in de eigen organisatie een probleem is. Dus de vraag is vitaliteit nou onderdeel van onze professionaliteit? Nou, ik wil jullie even meenemen naar mijn ANIOS-tijd. Het was een lange, donkere winter en ik had dienst. De telefoon gaat. Dokter, waar ben je? En al bellend komt de SH-verpleegkundige je hok binnengelopen. Dokter, wat ga je doen met bed 5? Ik denk, bed 5? Had ik een patiënt op bed 5? Oh ja, ze hebben die mevrouw vast uit de wachtkamer gehaald. Nee, geen probleem, ga ik zo naartoe. De telefoon gaat. Dokter, er komt nu iemand aan in de shockroom, dus of je eventjes wilt komen. Ambulance. Ik denk, natuurlijk, anafylactische shock. Dit kan ik, dit ga ik eerst doen. De telefoon gaat. Dokter, mevrouw Gerritsen kan niet slapen. Het is 8:30. Ja, maar gisteren kon ze ook al niet slapen. En toen zei de dokter dat ze het nog 1 nachtje moest proberen. Maar ze weet nu al zeker dat ze absoluut niet kan slapen vanavond. Dus of je niet toch nog eventjes... Nou, dat idee, zeg maar. Ik was in die periode minder vitaal. Alles vrat energie. Ik kwam stuiterend, maar tegelijkertijd ook afgevlakt thuis. En ik vond het moeilijk om te luisteren naar verhalen van mijn familie. Want ik had overdag al zoveel verhalen gehoord. En ik vond het lastig om in mijn vrije uren echt blij of echt verdrietig te zijn. Omdat ik in mijn diensten al zo heen en weer werd gegooid. En ik vond het moeilijk om alles wat ik meemaakte te vertellen aan mijn vriend. Want ik zag hem niet zoveel of ik werkte als hij sliep. En soms dan vertelde ik wel over een dienstenblok. En dan vergat ik helemaal dat ik ook nog een patiënt had geschouwd. En dacht ik, hoe kan je dat nou bijna vergeten? Ik denk niet dat ik in die periode echt opgebrand was. Maar ik was wel degelijk minder vitaal. Want in mijn vrije uren moest ik ook nog sporten. Eindelijk weer eens gezond eten. Langs bij mijn ouders. Langs bij mijn familie. En als jij minder vitaal bent als arts, dan heb jij niet alleen een probleem, maar je patiënt heeft ook een probleem. Uit onderzoek wat gepubliceerd is in de Lancet blijkt dan dat als je als niet-vitale arts aan het werk bent, dat je meer fouten maakt en minder compassie kan tonen en minder goed handelt volgens de best practice. En ook die patiënt die heeft dat door. Die is ook minder tevreden. Die is minder open in het gesprek en ze zijn ook minder therapietrouw. Dus ik denk dat vitaliteit zeker onderdeel is van onze professionaliteit. Nou, zoals gezegd, burn-out is best wel hot. De kranten staan er vol van. Niet alleen in de zorg, maar eigenlijk heel werkend Nederland heeft hier problemen mee. Maar er zijn een aantal redenen te bedenken waarom het voor artsen extra lastig is om vitaal te blijven. En Kiki Lombards die heeft 3 redenen geformuleerd die ik even met jullie wil bespreken. Zij is hoogleraar in het AMC, hoogleraar Professional Performance. En zij heeft 3 redenen bedacht waarom wij minder vitaal zijn. En dat noemt ze de verzakelijking, de versnelling
en de verharding van het ziekenhuis. Nou, de verzakelijking. Er zijn enorme kosten en registratiedruk. Zeg maar pop-ups, vinkjes, tabbladen om één amoxie voor te willen schrijven. Is je gemiddelde werkdag, zeg maar. En ook uit onderzoek van de VVAA en de federatie blijkt dat medisch specialisten 40% van hun tijd kwijt zijn aan registratie. Nou, het tweede is de versnelling van het ziekenhuis. Tijd is een product. We willen in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk patiënten zien. En we moeten zoveel mogelijk e-mails beantwoorden, zoveel mogelijk bijspuitschema's adviseren. Dat werk. En het derde is de verharding. Het is eigenlijk een prachtige tijd om in te leven. Dus veel focus op het individu en eigen verantwoordelijkheid. En dus alle successen die je behaalt, die heb jij jezelf te danken. En die zet je dan ook op Facebook en Twitter en zo. Maar in het verlengde daarvan, alles wat dus niet goed gaat, dat is dus ook jouw persoonlijk falen. Nou, ter illustratie van dat eerste punt, die verzakelijking, dus die registratiedruk, stond er laatst een leuk stukje in het NTVG, dat wil ik even met jullie naspelen, je hebt het misschien gelezen. Maar dat, ze hebben een studie gedaan in het AMC waar ze 22 assistenten van de interne een dag lang hebben gevolgd op zaal. Ze liepen studenten, liepen er achteraan met een iPad om een beetje te kijken waar die assistent zich dan zoal bevond. Dit hier is zeg maar de werkkamer van de assistent, zeg maar het hok. En dan hebben we hier de patiëntenzaal met de echte patiënten. En dan hebben we hier een beetje zeg maar de overdracht / onderwijs / MDO ruimte. Dan hebben we hier nog een zaaltje. Personeelsrestaurant, ja, daar zijn we dus nooit. Ik sta hier in mijn hok. De gemiddelde assistent van de interne in het AMC die werkt gemiddeld 9,5 uur in het ziekenhuis. Hoeveel procent van die uren is die assistent nou hier? Bij die patiënt. Dat is schrikbarend. 13% van de werkdag. Hoeveel procent van die werkdag is de assistent hier, in het hok? Dat is nog eens 56% van die uren. Overige tijd is hij daar. Daar was hij nooit. Nu is het na 5, ik ben nog steeds in mijn hok. Hoeveel minuten is de gemiddelde assistent nog aan het werk in het hok, na de overdracht? Dat is nog eens 80 minuten. Gemiddeld. Nu innoveren wij ook, de zorg iets langzamer dan andere sectoren, maar we hebben nu het elektronisch patiëntendossier. Super makkelijk, daar kan je thuis namelijk nog even inloggen. Hoeveel minuten is die assistent nou thuis nog aan het werk? Dus nog eens 52 minuten. We gaan even terug naar die familieverjaardag. Je schoonvader die je iets beter kent, daar durf je misschien wel tegen te zeggen dat de werkdagen lang zijn. En ik begrijp ook wel dat zo'n feestje, dat is niet dé plek om uit te leggen wat er allemaal zo lastig is aan ons vak. Maar het zou toch mooi zijn als we met z'n allen een soort systeem hadden waar we een beetje voor elkaar waken en dat wel onderling kunnen bespreken. Het is absoluut onzin dat alleen de zwakke artsen opgebrand raken. Het is ook absoluut onzin dat het elektronisch patiëntendossier ons allemaal de afgrond induwt. Ik denk dat het een combinatie is van het individu en de organisatie. Dus oplossingen om je vitaal te houden moeten denk ik ook uit beide hoeken komen. En natuurlijk is er geen pasklaar antwoord over hoe we dit allemaal moeten verbeteren. Maar er zijn wel een aantal oplossingen die we zouden kunnen bespreken. Ten eerste ten aanzien van de verzakelijking. De organisatie die moet ons laten dokteren. We moeten minder tijd kwijt zijn aan allerlei onzin. En leidinggevenden zouden hier actief beleid voor moeten voeren. En ten tweede de versnelling. En wij moeten als individu misschien iets beter worden in het stellen van onze grenzen. We moeten zelf bedenken waar krijg je energie van en wat kost er veel energie. En we hoeven echt niet allemaal naar de mindfulness cursus. Als je treintjes wil bouwen in het weekend, dan moet je dat vooral doen. Maar je moet zelf bedenken waar je blij van wordt. En het derde punt, die verharding, ja, dat doen we echt zelf. Je moet niet tegen je collega zeggen, 5:30, je gaat dan naar huis. Zo, vrije middag, lekker hoor. Nee. Je moet een beetje het goede voorbeeld geven. Je moet zelf op tijd naar huis gaan, zelf je kinderen naar school brengen en dat bespreken. En als dat moeilijk gaat, omdat je tegen allerlei dingen aanloopt, dan moet je dat misschien ook bespreken. Waarom doen we het eigenlijk nog? Als we al onze karaktereigenschappen tegen ons hebben, als we in een systeem werken wat soms hopeloos lijkt, wat komt er nou stevast uit elke enquête onder artsen wat de drive is om door te gaan? Dat is dat dokteren, dat is dat zorgen voor die patiënt. En we streven er allemaal naar om de beste professionals te zijn. En we denken soms dat dit ten koste van alles mag gaan. En we zijn geneigd om alles wat het werk aangaat boven onze eigen prioriteiten te stellen.
Maar volgens mij kan je pas goed voor een ander zorgen als je eerst een beetje voor jezelf kan zorgen. En daar heb je een vitale geest voor nodig. Dus praat erover. En dan niet zo van, hey, hoe is het met jou? Ja, lekker druk man. En met jou dan? Ja, lekker. Nee, weet je, vraag eens door. En verenig jezelf. Spring op die barricade om te werken aan een systeem wat iets minder hopeloos is. Als wij welzijn niet bespreekbaar maken, dan laten we verantwoordelijkheid liggen. Vitaliteit is onderdeel van onze professionaliteit. Dus laten we daar ook naar handelen. Dankjewel.